Kong Special Ability! Yo kijkers van Clonie Games, leuk dat jullie kijken voor een nieuwe video van VR. Zoals jullie zien ben ik weer terug met de VR headset. En vandaag worden wij een soort van King Kong slash Godzilla. We gaan dus gebouwen slopen, mensen kapot maken, auto's kapot maken. We worden gewoon een groot monster en gaan de hele stad... Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Kapot maken, uitmoorden. Nou, ik zeg maar gewoon kapot maken. Dat klinkt veel vetter. Dus laten we maar gewoon gelijk beginnen. Kom op. Ja, oké. Heel even wachten. Ik zet even de audio wat zachter. En mijn handen, holy moly, die zijn groot. Oh, zien jullie dit keer wel? Mijn Pikachu controller is vet, toch? Oh, die zien jullie nu niet meer. Wow. Kijk. Oké. Gaan we overriden? Oké, we gaan daarheen. En, wow. Yo, dudes. Yo, we hebben een politieman gevangen, een legerman en eentje... Wow. Oké, anyway, laten we beginnen. We moeten 12 G-men in 2 minuten killen. We gaan één. Ik heb het 1 keer getest, dus ik weet wat ik moet doen. Maar dit is zo'n insane spel. Oh. Hier zijn we. Oh, ik zie al gelijk een G-man. Oeh, kijk, een auto. Een schitterende auto. Die ik niet kan oppakken. Oh, jawel, kijk. Je kan zelfs de auto's kapot slaan. Kijk. Hey, kijk hoe erg die induikt. En dan kunnen we zo... Oh, die was heel mis. Oeh, we pakken de helikopter. En maken de hele building kapot. Hey, politieman. Pletten. Lekker pletten. Pak beide auto's. Gooi ze de building in. Gooi ze de building in. Oh, die was heel erg scheef. Moeten alle G-men killen. Ik zie daar een zwarte auto. Zit er een G-man in? Hoi. Alles goed. You're going down, bro. You're going down. Zit hier een G-man in? Yo, G-man. Ik denk het niet. Oh, een G-man. Nee, nee. Ik zie G-mans. G-man. G-man down. Nog een G-man. Waar zijn nog meer G-mans? I am King Kong. Ho. Ik denk dat er nog een paar gebouwen zitten. G-man? Nee. Ga maar weg. Oh, auto. Nice. Oké. Zo. Oh, hier zit een G-man in. Ga maar weg. Zeg maar vaarwel. Hier zit sowieso een G-man in. Dat moet wel. Hoeveel tijd hebben we nog? Oh, shit. Halve minuut. Hoeveel G-mans? Nog 2. Nog 2 G-mans. Ik zie nergens een G-man. Oh, G-man auto. G-man auto. G-man auto. Oké, die moet sowieso dood zijn. Dat kan niet anders. Waar is G-man? Oh nee, G-man. 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 Nee. Waar zijn de G-mans? Nog 1. Nee. Nee. Nee, ik zag hem net. Laten we weer beginnen. Ah, I'm King Kong. Oké, ik zie G-man auto. G-man auto en ik zie G-man. Dus 2 G-mans down. Zit hier een G-man? Oh ja, 2 G-man. Ga maar weg. Zeg maar vaarwel tegen je leven. Zeg maar vaarwel tegen je leven. 2 G-man. Oh, hier nog een G-man. Oké, daar zit geen G-man in. Trouwens, de stad is ook elke keer anders. Dat zie ik nu pas. G-man nog? Nee. G-man. Oh, mijn hand zat een beetje vast. Oh, ik zie G-man. Hello, G-man. Oh, G-man in de auto. King Kong. Ik ga proberen kapot te slaan. G-man, you're going down. You are going down. Oh, er zat nog een G-man in. Kijk. Oh, kijk die auto. Die is helemaal kapot. Dat heb ik gedaan. Maar hij moet nog kapotter. Kom op. Kan ik mensen oppakken? Nee, ik kan geen mensen oppakken. Alleen, hoeveel G-mans? Volgens mij nog 1. Ik zie G-man. I see G-man. I see G-man. Waar zitten er nog meer G-mans? Ik heb nog meer G-mans. Nee, ik moet nog meer.
meer G-mans. Hier moet sowieso een G-man in zitten. G-man? 10 seconden en ik moet er nog één. G-man. Nee. Alweer niet goud. De eerste keer toen ik dit had geprobeerd, had ik hem in 1 keer gehaald. Nog een keer. Ik wil dit gewoon halen op camera. Kom op. Ja, King Kong. Gaat laat me even allemaal een like achter. Oh, we are here. Zoe. Dude. Hij gaat crazy. Ga je even je auto een beetje indeuken, joh. Knock, knock. Zeg maar vaarwel. Die moet sowieso dood zijn. Oeh. G-Man is down. G-Man auto gaat op G-Man, meneer. En jij leeft nog steeds. Hoe durf je? Oeh. G-Man ontsnapt. Mag niet. Dat mag niet. Wow. Controle vloog bijna mijn handen uit. Alleen dat maakt niet uit. Dat maakt wel uit. Oh, ik wil even dubbing slopen. Hier, ga weg. Hoe? Ik voelde bijna die mevrouw. You guys are going down. Oh, G-Man. G-Man down. Nog 3 G-Mans. Ze moeten hier achter zijn. Oh ja, 2 G-Mans hier. En dan zitten we weer op dezelfde laatste. En hebben we natuurlijk weer verloren en hij zit daar. Ik ben een beetje zot. Ik wil gewoon 1 keer halen. Kom op, we moeten speedy zijn. We moeten snel alles doen. Even geen moeite doen. Zoveel mogelijk G-Mans in 1 keer killen. Dat gebouw is bijna om. Hup, kill al de G-Mans. Oh, je kan wel poppetjes oppakken, kijk. Oh, ging alleen niet zo heel erg goed. Oh, kijk hoe groot deze... Oh, oh. King Kong gebouw. Dit is typisch zo'n gebouw wat King Kong moet slopen. Of wat ik ook ben. Hier heb ik een auto voor nodig. G-Man dood. Oh ja, we gingen niet spelen. Alleen ik wil een auto. En daar zitten sowieso nog meer G-Mans in. Alleen ik kan er niet bij. Oh ja, kijk. Auto. Auto. Oh, koptelefoon valt af. Een G-Man. Ik zei het. Dit gebouw is bijna om, dus laten we hem even omduwen. Oh, ik zie G-Man. I see G-Man. Hij is voorbij. Ik mis er weer 1. Kom op, Dante. Niet spelen! Flip hem ready. We moeten snel zijn. We moeten snel zijn. En dus niet dat. En we moeten met elke auto die we zien gebouwen slopen. Omdat er ook in gebouwen G-Man zijn. En die G-Man leeft nog. Dus die rammen we even een gebouw in. Deze rammen we ook even een gebouw in. Die pakken we op. Of die slaan we gewoon. Het kan natuurlijk ook, dus veel makkelijker. Dan pakken we deze G-Man nog. En dan gaat het vet snel. En dan pakken we die G-Man. Beter scheef als ik. Ja, kom maar hier. Auw. Auw, ik stond op een snoer. Helikopter. Precies wat ik nodig heb. G-Man. Oh, ik moet focussen op die G-Mans, jongen. Dat doe ik echt niet. Wow, ik had de politieman gedood. Snel. G-Mans. Ja, ik zei... Nee. Ja, ik heb hem Nee. Ik heb hem gehaald. I am the King Kong Master. I am the King Kong Master. Kijk, het is echt zo... Geen idee waar ik dat dansje van aan heb gehad. Oké. Laten we nog een paar keer proberen. Gewoon even voor de lol. We kunnen hier niet teleporten, want dit is gewoon een awesome game. Het blijft gewoon vet dit, jongen. Laten we dit keer niet voor het winnen doen, maar laten we hier gewoon een beetje rondkijken. Krijg ik daar alleen nog maar gesloopt. Yo, dude. Nou, laten we alle buildings slopen. Zullen we daar op gaan focussen? Chips. Kijk, kan ik ook? Dat is zo grappig. Wash! Ik ga even focussen om al de buildings te slopen. Kijk, die building kunnen we niet slopen. Dat is... Kunnen we die wel met onze vuisten? Heel moeilijk.
Even kijken, hebben we nog speciale buildings? Dus elke keer anders ziet het eruit. Oh, er zit gewoon een gym in de brandweerkazerne. Kan natuurlijk. In your face! Wow! Oké. Geef Klonnie deze dingen niet. Zo gaan de G-Man zeker ze weten dood. Daar is een vliegende G-Man. Hé, hey, hacker! Hacker! Oké, we hebben een hacker. We hebben een hacker. Oké, ik wil even niet focussen op de G-Mans, maar gewoon elk gebouw slopen. Kijk. Zeg maar doei. Oh, ik ga helemaal in gebouwen. Kijk, ik doe zo. Dude, die auto ging helemaal daarheen. Kijk, geef hem eens zo'n auto. Kijk, die gooien we daarin. Dan wil ik kijken hoe erg die is gedamaged. What? Dan gaan we nog meer mee spelen. Dat is leuk. En hier is die hackende G-Man weer. Die loopt gewoon hier te hacken. Is die auto er nog? Oh my god, hier is hij. Nou, aanschouw. Als je een auto door twee gebouwen gooit met vet weinig kracht, dan gebeurt er dat. Oké, laten we dan even doorgaan. We gaan proberen alles met auto's te slopen. Als er geen auto's meer over zijn, ja, dan weet ik het niet meer. Dus we moeten elke G-Man op de grond met auto's killen. Maar dus ook elke building mogen met auto's killen. Dus laat een beetje zuinig zijn. Dus ook zuinig gooien. Zo. Wow. Ik weet niet of dat mijn headset is die aan het flippen is. Oh nee, we mogen alleen auto's gebruiken om dingen te slopen. Kunnen we een helikopter in elkaar slaan? Nee, helaas niet. I need auto. Auto is right here. Oké, gooi even de auto weg. Ja, maar oh my god. Auto, doe even wat damage. Alsjeblieft. King Kong, special ability. King Kong. Sorry als het een beetje lek is, want deze game is blijkbaar echt insane om te draaien. Want ik ervaar ook de lek, oké? Ik ervaar het ook allemaal. Oké, ik gebruik mijn King Kong special ability. King Kong! Wow, wat een special ability. Hoeveel hebben we er? Oh, nog één. Die moet in zo'n gebouw zitten. Nee, dat is die hacker, dude. Alleen, waar is die? Nee, als hij in het water zit, hè. Ik ga huilen als een oliebol. Oh, G-Man. Oké, dat was geen G-Man. Hij moet nog in zo'n gebouw zitten. Ja, waar zat hij? Zeker in dat gebouw. Als hij daarin zat, ga ik hard huilen. Oké, nou, ik wil nog één keer. Alleen, welke tactiek? Zullen we gewoon alles met slaan doen? Alleen, ik weet niet of dat kan. Oké, dus dit wel. Alleen, daar mag ik geen andere dingen mee slopen. Dus die moet ik gewoon zo kapot maken. Anders kan het niet. Dus ik moet alles met de vuist doen. Dus de gebouwen ook. Want de auto's zijn juist zo chill. Omdat je die... Oh, ik heb wat gesloopt. Het spijt me. Oh, G-Man. Zo, oh, dat was harde damage. Harde damage. Maar dat glas gaat ook echt kapot, hè, van gebouwen. Geen G-Man. Ja, ik moet eerst even alle gebouwen checken. G-Man vrij. Is dit gebouw G-Man vrij? Er zit wel een politieman in. Ik weet niet of dat erg is. G-Man vrij. Is dit allemaal G-Man vrij? Ik denk het wel. G-Man vrij. Ik zie daar wel een G-Man. Oh nee, auto's mogen we niet gebruiken. Sorry. G-Man vrij. De G-Man zijn lief. Ze gaan niet in gebouwen verstoppen. Alleen eentje wel. Dus we hoeven alleen nog maar een paar G-Mans te killen. Nog één, zoals altijd. Ja, door al die huisstukken die op de grond liggen, is het heel makkelijk. Omdat ik nu heb gewonnen. 9 seconden over. Ga lekker in de UFO. En dan vind ik het wel weer goed voor vandaag. We hebben al deze mensen gecaptured. Alleen ik zie nog steeds geen G-Man. Kap ermee. Nog steeds geen G-Man. Nog steeds niet. Kijkers, hopelijk vonden jullie deze VR-video super awesome. Even omhoog duwen. Laat nog even een dikke vette like achter als je het super awesome vond. En zeg even in de comments. Wat zullen we vandaag doen? #KingKong. Maar in ieder geval, ik zie jullie bij de volgende video.